Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag woensdag 13 juni en we zijn een jaar verder en ik ben super zenuwachtig. Vandaag krijg ik de uitslag van mijn examen en als je wil weten of ik ben gezakt of geslaagd, moet je zeker naar deze video kijken. Ik zou het ook heel erg leuk vinden als je een blauw duimpje omhoog doet op deze video en even abonneert op mijn kanaal. En dan gaan we maar snel beginnen. Het is dus 13 juni. En ik heb dit jaar voor de tweede keer HAVO-examen gedaan. Ik heb het vorig jaar ook gedaan. Daar heb ik een video over gemaakt. Toen ben ik helaas gezakt op 1/10 voor Engels. Dus ik moest een heel jaar over Engels doen. Oh ja, waarschijnlijk hebben jullie mij nog nooit met krullen gezien. Ik wilde iets uitproberen. Het is een klein beetje mislukt. Ik vind het echt niet mooi bij me staan. Maar om nu over al deze haarlak te gaan stylen heeft ook niet heel veel nut. Dus we laten maar voor wat het is. Het is nu 11 uur. Vanochtend om 8 uur stonden de N-termen erop. Die voor mij echt super gunstig is voor Engels. Want Engels is namelijk een 1,4. En ik moet een 4,2 halen. Dus ja. En vanaf 12:30 kunnen wij gebeld worden. En ik kan het echt niet meer aan. Want ik heb het gevoel dat van deze dag mijn hele leven afhangt. Ik ga nu eerst wat ontbijten voordat ik flauw val. En daarna ga ik nog even het verhaal vertellen. Voor de mensen die misschien nu voor het eerst kijken. En dat ik alles even op een rijtje zet. Voor de mensen die toch als eerst deze video zien. Of het even niet weten, zal ik het eventjes kort uitleggen. Ik zat vorig jaar in HAVO 5. Gewoon op een normale middelbare school. En toen had ik mijn Engels niet gehaald. Toen mocht ik die herkansen. En toen had ik weer 1/10 te laag. Dus toen moest ik dit jaar opnieuw mijn Engels doen om een 4,2 te halen. Dus 1/10 hoger. Toen ben ik eerst naar het VAVO gegaan. Dat is volwassen onderwijs. En dat beviel mij niet echt heel erg. Dus toen ben ik naar het LUSAC gegaan. En dat is een privéschool. En daar heb ik dus nu mijn eindexamen gedaan. En we worden straks vanaf 12:30 gebeld. Tot 14:00. En ja, ik ben echt zo zenuwachtig. Ik kan het echt niet aan. Maar als jullie leuk zouden vinden dat ik een video maak over dat ik de middelbare school vergelijk met het volwassen onderwijs en het LUSAC. Dan kan ik dat doen. Want ik krijg er namelijk best wel veel vragen over. En omdat ik op alle drie de scholen heb gezeten, kan ik wel een beetje mijn ervaring delen. Dus als jullie dat leuk vinden, dan moet je heel even in de poll stemmen. De reden waarom ik mijn haar heb gekruld is omdat ik zoveel stress had dat ik niet wist wat ik moest doen. Toen dacht ik, nou, ik ga maar mijn haar krullen. Maar ja. Ik had het beter niet kunnen doen. Ik moet nog 1,5 uur wachten. Oké, ik moet nog een kwartier wachten. En dan kan ik gebeld worden. Ik zit nu even op de grond bij mama. Mama is haar make-up aan het doen. Hoezo, je ziet je niet eens. Ik krijg nu een melding. Ik kan ook gewoon echt niet meer denken aan die van vorig jaar. Nee, wat kut was dat toen ik zeg. Ik heb net iets in mijn mond. Met Janette. Hoi. Hoi. Oké. Yes, ik ben er echt heel erg blij mee. En wat heb ik gehaald? Oké, top. Dankjewel. Ja. Ja. Oké, is goed. Dankjewel. Ja. Doeg. Yay. Yes. Yes, yes, yes. Oh. Ik heb een 6, hè? Yeah. Ik heb een 6 afgerond voor Engels gehaald. Nou ja. En niet afgerond? 5,5. Dat weet ik niet. Ik heb het gehaald. Yes. Gaan we de vlag ophangen? Oké, we gaan nu even de vlag ophangen. Daar zo, toch daarvoor? Ja. Oké. Moet ik dan op het dak klimmen? Ja. Oké. We moeten even de tas bevestigen. Oh ja, we doen een hele oude tas van mij die ik ooit in de brugklas had. Oh ja, ja, sorry. Mijn paarse e-spec. Oké, ik ben nog steeds zo blij. Ik besef het echt niet, omdat het zo raar is. Dat gewoon, ik heb nu mijn HAVO-diploma, waar ik zo blij mee ben. En we gaan nu dus de vlag ophangen. Oh. En we gaan hem daarboven ophangen.
dat wordt nog wat. En het is ook nog een straatspeeldag bij ons in de buurt. Dus al die vlaggen hangen bij. Je ziet overal vlaggen. Nou, daar staat hij dan. Een vlag. Oei. Oh my god, ik ben zo blij. Waar staat hij nu al aan? Ja, hij staat al aan. Mam, hier kan ik toch gewoon makkelijk opklimmen. Ja, maar ik denk dat je op dat bovenste ding moet gaan staan. Ik zie de nieuwskoppen al staan. Ik ook. Je weet hoe het werkt? Waar zit hij? Oh, hier. Nou, nu de ladder weg. Even yeah! Thanks. Oké, ik sta bovenop. Bij de vlag, op het dak. Ik ben net naar beneden, naar boven geklommen. Ga je nu foto's maken van mij? Oké, mijn haar is al echt helemaal uitgezakt. Maar ik ga nu even met mijn moeder een drankje doen in het dorp. En het is ook vandaag straatspeeldag, dat zei ik volgens mij net ook al. Maar daardoor is het echt één terror bij ons in de straat. Want de straatspeeldag is in onze straat. Dat is de schaduw. Geen idee. Er zijn volgens mij nog best veel mensen gezakt ook. Proost op mij. Oh. Oké, ik ben weer thuis. Ik ging even met mijn moeder een drankje doen in het dorp. Even ijsje eten en zo. En er is zo meteen nog een verrassing voor mij. Geen idee wat er gaat gebeuren. En ik haat verrassingen echt zo, zo erg. Maar ja. Dus ik ga nu heel eventjes op mijn telefoon even kijken wat voor berichtjes ik allemaal heb en wie er allemaal zijn geslaagd. En komt goed. Niet verwacht. Nou, even scherp stellen. Kijk eens wie er nou zijn. Ja! En Liki. Ja. Oh, ik had het echt niet verwacht. Precies degene bij de kracht. Ja, ik heb ingekocht op... Ik zit dus in de tuin. Maar tot nu toe zijn en opeens was iedereen er. En dit had ik echt niet verwacht. Dus Bent is er. En Lieke is er. Eva is er. Imme is er. Amber is er. En mijn broertje. Nee. En mami. Eerst was het met je broertje. Dat is belangrijker. Ben je trots op me? Ik weet niet of dit jammer een goedmakertje is. Wat zei je, schat? Ik heb mijn trui gepakt. Pak maar aan. Ha, babes. Hallo. Hoe gaat het? Alsjeblieft. Hebben we er zin in? Ja, zo te zien wel. Heel erg verkouden. Net neus had een super vies. Ja, het is goed hoor. Nee. Maar net zat hij goed. Hij schat. We zijn echt super trots. Ja, we zijn heel blij voor je. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Eindelijk. Ja. We gaan zo lekker goed vieren. Dag. Dag. Love you. Ja. Oké, wij gaan nu eten en ik ben echt zo erg verrast, want ik had het zo erg niet verwacht. Jee! En we gaan dus nu even pizza eten. En Eefke komt daar ook nog naartoe, mijn broertje gaat ook even mee, gezellig. Yes. Heel gezellig. Dus, en daar is Immy. Am, wat ga je bestellen? Ja, weet je niet. Eef, wat ga je bestellen? Im, wat ga je bestellen? Joel, wat ga je bestellen? Ah, I love you, my boyfriend. Eef, wat ga je bestellen? Ik voel een nieuwe subtitle aankomen. Op mezelf en op Am. Heb je daar zin? Ik heb hier heel mijn bestek. Ah, mooi. Dus net op tafel zit heel je. Voor een jongen van 13. Oh, jeetje. Nog iets van jou. Oké, ik hoop voor je. Nee, Jokijne was daar voor het Oké, leuk voor je. Toen was ik ook nog bijna dood. Zeg maar, doe je tegen de kijkers. Ze was toch met die scooter. Hoeveel zin heb je hierin? Nee. Pak maar. Ik heb echt een verkeerde kant voor. Lekker, schatten. Waar is jullie eten dan? Oké, we hebben net lekker gegeten. Vonden jullie het lekker? Ja. Nee. Oké. Jullie reageren tenminste. Toen ik in Ibiza was, reageerde eten niemand als ik zei. En hebben jullie het leuk gehad? En dan was het gewoon helemaal stil. En dat ik dan mijn grafstem hoorde. Nu ook. Oké.
Ligt er aan dode vogel? Nee, serieus. Nee. Deze vuilniszak. Oh. Drink er nog één aan. Oké, dit kan er echt niet in. Wat erg, ik zag echt vleugels. Wat schiet op aan de vlog? Is dit een dode vogel? Oké, okay. Okay, wij gaan nu naar de ijssalon. Wat is dit? Geen idee. Oh. Dat is lieve papa. Ja, loop eens. Oké, wij zijn even een ijsje aan het halen en ik ben met mijn broertje. Welke smaak heb je? Bloedsinaasappel en... Niet echt? Ja. Heb je niet geneet? Nee, echt. Mag ik proeven dan? Ga schatten. Heeft hij echt bloedsinaasappel genomen? Nee, ik heb genomen? Geen bloedsinaasappel. Oh, ik heb heel spijt. Oké, ik ben terug vanuit eten en het was echt super gezellig. Mijn haar is echt helemaal uitgezakt. Maar ik wil echt heel erg bedanken voor mijn vriendinjes die er waren. Want ik was er echt heel erg blij mee en ik had het zo niet verwacht. En ik ben er ook echt heel erg dankbaar voor. En ik had me echt geen leukere dag kunnen voorstellen. Gewoon het gebaar dat ze er waren en zo. Dus ik ga nu deze vlog bewerken waar ik ook echt heel erg veel zin in heb. En het is echt een hele belangrijke dag voor mij geweest. En voor de mensen die een herkansing hebben, heel, heel, heel veel succes. En ik weet hoe je je voelt. Ik had vorig jaar precies hetzelfde. Stel dat je een vraag hebt of iets, je kan het altijd achterlaten in de comments of mijn Insta DM sturen. Want ik weet gewoon hoe moeilijk het kan zijn. En hoe lastig het is als de rest wel allemaal is geslaagd en jij niet. Maar ik hoop dat jullie dit toch een leuke vlog vonden. En ja, ik hoop jullie heel snel weer te zien bij een nieuwe video. Waarschijnlijk is de volgende video weer een Ibiza vlog. Want ik wil deze video toch online zetten omdat dit een beetje recent is. En heel erg bedankt voor het kijken. Ik zou het heel erg leuk vinden als je even een blauw duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doeg!